Individuele gevoeligheid, dat is echt iets wat we echt opvallend is. Ik verbaas me er altijd weer over dat er mensen zijn die 10, 20 jaar kuren, ogenschijnlijk zonder veel problemen. Terwijl er ook mannen zijn die starten met hun eerste kuur en die zitten direct onder de acne, bijvoorbeeld. Of die hebben direct borstvorming. Ik heb ook iemand meegemaakt die startte met een kuur en die kon eigenlijk gelijk worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Hè. Dus die had hele sterke psychiatrische problemen. Dus dat duidt erop dat natuurlijk verschillende middelen ook verschillende bijwerkingen kunnen hebben. Maar dat er toch ook, bij medicijngebruik kennen we dat natuurlijk ook wel, bepaalde mensen bepaalde bijwerkingen krijgen die andere mensen niet krijgen. Ja, waarom dat zo is, dat weet ik ook niet zo goed. Het lijkt er natuurlijk wel op dat als iemand bijvoorbeeld in de puberteit al veel last van acne en puisten heeft gehad, dat hij een wat groter risico loopt als hij gaat kuren, dat hij dat dan ook weer gaat krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen die psychiatrisch al een beetje op het randje zitten. Ja, en als die gaan kuren, dat dan net de druppel kan zijn die de emmer doet overlopen. Maar goed, het is heel duidelijk dat als je 8 mensen om je heen ziet die een bepaalde bijwerking niet hebben gekregen, dat dat beslist niet betekent dat jij dat ook niet gaat krijgen. En dat is ook een onzekerheid die je van tevoren nooit helemaal kunt, waarvan je nooit helemaal zeker weet van hoe dat gaat aflopen, hè, op het moment dat je gaat kuren. Een bijkomend probleem is dat, wat ik al eerder aangaf, dat veel mensen de neiging hebben om te gaan experimenteren. Ze starten vaak met een kuur. Soms is dat een voorzichtige kuur, lang niet altijd. Er zijn ook wel mensen die met een kuur starten waarvan ik denk van nou, is dat nou wel verstandig om al met 3 of 4 verschillende middelen in een hoge dosering te gaan starten. Maar goed, het zij zo. Maar ook als ze met een voorzichtige kuur beginnen en dat gaat goed, dan zie je vaak dat de volgende kuur, dat ze dan toch weer hoger gaan doseren of andere middelen gaan toevoegen. En dan ontstaat opnieuw weer het risico dat er weer bijwerkingen op die nieuwe middelen of die hogere doseringen gaan ontstaan. Dus de risico's zitten voor een deel ook in de middelen, maar voor een deel ook bij de gebruiker, bij de experimenteerdrift, de roekeloosheid vaak ook. Het idee dat het nooit genoeg is. Ik vraag ook wel eens aan mensen van waar wil je nou eigenlijk naartoe? Hè? Wat is nou eigenlijk je doel? En heel veel mensen hebben eigenlijk geen doel. Die willen gewoon zo groot mogelijk, zo zwaar mogelijk en zo droog mogelijk worden. En de sky is the limit. Ja, en dat leidt er dus toe dat ze maar aan de gang blijven. Dat de kuren steeds langer worden en de doseringen steeds hoger. En dan komen we aan het verslavende aspect. Want dat is er denk ik wel degelijk. Een beetje de ellende van deze middelen is dat ze echt werken. Je merkt gewoon dat als je gaat kuren dat je zwaarder wordt en dat je sterker wordt. En dat is natuurlijk buitengewoon prettig. En op het moment dat je stopt met kuren, dan neemt een belangrijk deel van die kracht en dat spierenmassa neemt weer af. Dus het is ook wel begrijpelijk en invoelbaar dat ze daarna toch weer verlangen naar een volgende kuur, om weer hun oude niveau als het ware te kunnen gaan bereiken. Daar komt bij dat verrassend genoeg veel mensen die kuren aangeven dat ze zich tijdens de kuur eigenlijk prima voelen. Het libido, de zin in seks neemt toe, de seks wordt beter, de erecties wordt makkelijker, de kracht neemt toe, de energie neemt toe, ze slapen vaak minder of hebben minder slaap nodig, herstellen sneller van de training. Dus dat zijn dingen die door veel mensen als heel positief worden ervaren. Dat betekent ook weer dat na het stoppen van de kuur, als dat allemaal voorbij is, dat de klap ook des te harder kan aankomen. Dat verklaart ook waarom sommige mensen na het kuren echt wel in een dip, ook geestelijk en fysiek, terecht kunnen komen. En dan ook weer extra gaan uitzien naar een nieuwe kuur om weer te gaan starten. Wat we ook merken is dat, los van het feit dat het kuren zelf een zekere verslavende werking kan hebben, dat ook de mensen die geneigd zijn om te gaan kuren ook wat meer verslavingsgevoelig lijken te zijn. Ik denk wel dat er een belangrijk verschil is tussen mensen die besluiten om wel te gaan kuren en mensen die besluiten om dat niet te gaan doen. Omdat wij zien dat mensen die kuren meer dan gemiddeld ook drugs gebruiken. GHB, ecstasy, cocaïne, dat soort middelen. En ik heb ook wel eens de indruk dat een belangrijk deel van die mensen ook wat roekelozer zijn. Dus wat minder nadenken over eventuele problemen op de lange termijn. Dus wat meer in het hier en nu denken.
En dat het een soort thrillseekers zijn. Hè? Dus mensen die ja, risico's bagatelliseren of daar niet ingewikkeld over doen. Of die risico's zelfs opzoeken. En dus een deel van de problemen zit bij de gebruiker, de gedrag, de karakterkenmerken van degene die gaat gebruiken. En een deel van de risico's zit natuurlijk bij de middelen zelf. Dus het is die combinatie die bij veel mensen de problemen, denk ik, veroorzaakt.